Yo, kijkers van Duffy Games, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering van Tag It. Thanks voor de reacties en achterlaten en de likes en de views natuurlijk, gaat super lekker. En een aantal mensen zeiden van... Heel veel goed kijken, iemand zei van, waarom neem je niet gewoon mee naar je huis? En je pump heeft energy nodig, van die kleine solar panels. Ik hoop dat je een grapje maakt. En iemand vroeg zijn naam wil zeggen, Igor Mars. Nou ja, Igor, daar ga je dan, Igor Mars. Maar goed, laten we maar even dit een beetje netjes maken. Zo. Zo. Even ruimte creëren. Ook deze, ook deze, ook deze. Oké. Okay. De pomp. We hebben nog wat andere reacties, maar ik hoop dat... Even kijken hoe... Als ik dit ding... Kan ik dit gewoon hier eens neerpleuren? Zo van... Plop. Oh, dat ding is ook heel klein. Ik dacht dat het een heel groot ding was. Nou ja. En nu? Wacht, ik denk dat die fout staat. Zou die boven de olie moeten? Gewoon echt gewoon van hoepatee. Oh, nee. Zoiets? En dan zoiets. Denk ik. Mijn pomp. De pomp staat aan. Dus hij geeft nu stroom aan dat apparaat. Oh mijn god, we pompen olie. Oh my god, oh my god. Lol. Dit gaat snel. Holy shit. What the fuck? Maar hoe kan ik het daar weer op aansluiten zo? Hoe sluit ik het hierop aan dan? Hoe de fuck ga ik het hierop aansluiten? Want werkt dit überhaupt? Nee. Oké. Oh shit, die torch is gegaan. Hoe krijg ik het hierin, mensen? Dat kan je natuurlijk nu niet zeggen. Moet ik hem er tegenaan zetten misschien zo? Zoiets? Waterproof vijs maken 2 dan om 1 zetten, tanks plaatsen bij je huis, woede puizen. Waterproof vijs teleporteren, waterproof vijs teleport pipes? Wat zijn teleport pipes dan? Waterproof teleport pipe. Diamond gear, koekoek. Dat is moken duur. Oh, dit was het al. Neem het weer mee. Ja, die kan gewoon allemaal mee nu. Oké. Maar nu hebben wij dus een beetje olie. Maar hoe gaan we dit nu... Kijk hoor, dan moet je je refinery maken met... Wacht even hoor. Dan moet je je refinery maken. Je moet het erin pompen. Als de engine op de refinery en de engine... Moet ik hier nou een pomp aanzetten op de refinery? Wat? Oh. Ga eens andersom staan. Oh. Hup, scrolls. Oh ja. Zo. Oh, die moet daar. Werkt dit of zo? I don't think so. Misschien een pipe tussen of zo, hoppatee.
Gaat hij het nu doen? Oh, natuurlijk, deze moet natuurlijk hier weer staan nu. Oh. Fuck, nou. Dit nu doen. Ik snap het niet. Je krijgt fuel terug met waterproof spuit. Dan moet je twee keer hebben. En hetzelfde aftellen. Of heb je ook niet gewoon in een bucket een spuit. Redstone engine ontploffen. Dan moet je een refinery maken. Die moet je erin pompen. Een engine op de refinery. En een engine zodat het eruit pompt. Dus... Maar wacht even, hè? Moet ik dus... Moet ik hier nu ook een... Hier kan toch... Hier kan toch... Nee, ik wil zeggen, hier kan ik geen engine opzetten. Oké. Even zien. Dit is mijn Cosmo Ghost Tracker 2. Hier zijn we nog heel... Dit is nog heel ver terug, dit. Even kijken, hoor. Er staat wel meteen dat ding daar. Gaan we even hier op cheat mode. Nu in een andere map, hè, mensen. Dit is de, hier is verder niks aan de hand. Even zien. Moet even... Oh shit. Ik probeer het even hier op te lossen. Kijken of die wel wil. Oh, die kan ook weer uit nu. Pump. Nou, die hebben we nu eigenlijk helemaal niet nodig, maar goed. Tank. Refinery. We gaan even buckets of olie. Olie in een bucket, heb ik dat. Oh, olie in een... Buckets of olie, zo. Oké. Dus ik had dit dus zo. Kan ik hier nu ook olie in doen? Ja. Het gaat gewoon om het idee natuurlijk. Maar goed, we doen het er toch even in. Zo, nog even een klein beetje. Oké. Maar dan. Als ik dus dit nu heb. Waterproof teleport pipes maken. Dan twee pomp 1, 2 zetten. Nou. Waterproof teleport pipes maken. 2 dan op de pomp 1 van die 2 erop zetten. Goed Nederlands, mensen. Dan je tanks plaatsen bij je huis en plaats een wooden pipe tegen aan de tanks. Daar moeten ze waterproof pipes. Ik snap er geen fuck van. Van die hele zin van Kai Rutte. Want waarschijnlijk bedoelt hij het hartstikke goed. Teleport pipes, is dit als ik dit zo. Wooden pipes. Oh. En mijn muziek staat weer op nummer 26. Dit gaat ook niet werken. Als ik hier nu... Kan ik hier een... Zullen we eens een ding op aansluiten op dit... Op een... Holy shit, oké. Dus zo kan ik het er wel uitpompen. En als ik het dus dan hierop aansluit... oh, wacht... Wacht eens. Oké. En dan zou ik misschien hier nu ook nog een pomp op moeten aansluiten. Dus misschien dat dat het is. Want als dat natuurlijk zo is. Hé, hey, die gaat zich meteen helemaal volgooien. Alle kanten. En als ik nu hier ook een pomp aansluit, wat gebeurt er dan? We krijgen view. Oké, het is gefixt, mensen. Ik weet wat ik moet doen. Ik heb sowieso nog een pomp nodig. Dat gaat even kloten worden. Ik moet deze hebben. Niet met testbeeld, maar deze. Wacht.
Nu sta ik hier ook nog op cheat mode. Dat komt dus van de vorige wereld, mensen. Dus voordat jullie helemaal beginnen te flippen, recipes mode, ik sta er weer gewoon weer op. Oké, dus als ik net heb gezien, heb ik dus wooden transport pipes nodig. Shit, dan moet ik helemaal terug. Er is hier wel cactus natuurlijk, is er ook wel echt een boom in de buurt? Vast niet. Is hier een boom in de buurt? Nee, hè? Oh, daar is eentje in de buurt. Ik wil eerst zeggen of je het goed is, kan als ik dat ding inspannen dat ik die andere weggooi, maar dat doe ik niet. Wat ik wel voor doe in cheat mode is de regen uitzetten. Dat weten jullie, want ik haat regen. Zo. Recipes mode staan we nou weer op. Oh, die shit. En daar zit een boom. Kunnen in ieder geval, wooden pipes kunnen we in ieder geval hier zelf nu maken. En als het goed is, lukt het wel met die engine. Want eerst pompen we gewoon alles in de refinery. En daarna pompen we alles weer terug. Het enige wat ik dan nog wel moet doen is met buckets hierin om de dingen op te halen. Maar we gaan gewoon straks eerst verder met die andere oliebron ook leeg te pompen. Want ik weet nu hoe het moet, dus dat is super chill. En vaak ga ik altijd even offscreen even in die ene wereld. En dan ga ik gewoon dingen even zelf in proberen. Want dat vind ik toch altijd wel handig. Ik moet natuurlijk ook even nu glas gaan maken natuurlijk. En wat kobbels. Nee, alleen wat glas heb ik nodig. Dus dan moet ik even wat van dit voor hebben. Oh nee, wacht, daar heb ik zand voor nodig. Dat heb ik al. Ik moet met mijn pickaxe moet ik eventjes wat stone hebben. Even een oven kan maken. Want we moeten eventjes dingen omsmelten natuurlijk. Heel even voor mensen, want anders moeten we helemaal terug en dat is natuurlijk een beetje onzin. Jee, water. Hoeveel heb ik er nu? Genoeg voor een oven, oké, mooi. Moeten we wat van dit hebben? Dankjewel. En deze doen we ook nog eventjes zo, dankjewel. Ik weet nu tenminste al hoe het moet, dus dat is ook goed. Een beetje zelf uitgevonden. Nogmaals, mensen die reacties achterlaten, wat niet helemaal correct is, Nederlands. En dan probeer ik wel te snappen, alleen soms lukt het gewoon niet, dus geen haat. Het is gewoon erg lastig om als je zoiets leest om dat dan te snappen, zeg maar. Maar dat zullen jullie vast wel begrijpen. Mijn crafting table pleuren we hier neer. Oven gaan we snel maken. Zo. Dan kunnen we ondertussen wel deze dingen... Oh wacht, ik moet dat ook nog smelten. Dan ondertussen even op wachten. Nee, dan kan ik ook verder nog niks doen. Ik heb eigenlijk ook maar één nodig, ja. Dan ga dat even smelten. Zo. Voor mij ook heb ik maar één glas nodig als het goed is. Give it to me, baby. Zo. Dan pleur deze zo. Maar wat ik nu ga doen is, eigenlijk hebben we dus twee engines nodig. Maar ik ben slim. Als ik dus nu hier een engine op ga zetten. Wat er dan gebeurd is. Ik laat het eerst erin pompen. Werkt dit ook als ik dit erop zet of niet? Dat je gewoon een grotere krijgt of niet? Pas niet. Hé, hey, waarom werkt deze nou niet? Wat doe ik nou anders dan wat ik net in die andere wereld deed? Even checken hoor. Ja, wou het wel gewoon. Vage shit al. Het is vaag dat het hier niet wil, maar daar wel. Waarom wil dit nou weer niet dan? Maar dan uit of ik nou aan welke kant ik hem zet, dat boeit toch helemaal geen fuck. Nou joh. Oh zo. Ah. Oké, okay. Oh shit, er wordt nacht. Scheiße. Nou ja, boeien. We zijn nou toch bezig. Kijk. We moeten sowieso terugvliegen omdat we een bucket moeten halen. Of meerdere buckets zelfs. Maar we kunnen ondertussen wel door laten pompen. En vliegen we ondertussen snel terug. Kijk, wat ik nu ga doen is deze weghalen hier. En dan zet ik hem hier op. Pompie. Totje. Zo.
Als het goed is, wordt het nu teruggepompt en dan gaan we nu view maken. Oké, dan ga ik nu ondertussen terugvliegen, mensen. Zodra ik bij mijn huis ben, dan ga ik verder met filmen natuurlijk, want naar huis vliegen, dat schiet natuurlijk helemaal geen fuck op voor jullie. En dat wil ik jullie besparen, want geloof me, ook al met een jetpack, dit is echt moke saai en ver, want het schiet gewoon niet op. Maar ja, mensen, tot zo. Yo, kijkers, daar ben ik weer. We zijn bijna thuis. Dan gaan we eventjes slapen, buckets halen en dan gaan we ook weer terugvliegen. Dat knip ik natuurlijk ook weer voor jullie. Of nee, dat knip ik, dan stop ik even de opname natuurlijk. Dat is natuurlijk geen fuck aan voor jullie om te zien. Goed, we zijn thuis eindelijk. Ik ga zoeken ook even snel de... Dit even checken. Werkt deze nog? Ik zie niks... Jawel, er komen twee dingen binnen. Oké, die staat ook nog aan, dus... Oké. Het is eindelijk gelukt. Oké, wacht, ik ga ondertussen eerst even mijn jetpack in een bedbox gooien. Aangezien ik die nu even mooi kan opladen. Oh, oh, holy shit, holy shit. Wat gebeurt er nou allemaal, joh? Op z'n thee. Even eten. Oké. Even zien. Hoe ver is dit ding eigenlijk? En dan gaan we bezig, hoor. Kom ik loos ervan aan het maken, jongens. Ik vind het allemaal prachtig. Oh shit, er komen nou niet meer uit. Oh nee. Ik heb natuurlijk geen jetpack nu. Oké. Een bucket. Doen we even deze gewoon en pakken we gewoon even wat tin om het te verdubbelen. Of niet? Ja, maar... Oh joh, dit revived iron. Oh, dit is zilver. Gewoon even lekker dit, joh. Fucking care. Oké, die daarin. Hoeveel emmers zullen we maken? Ik denk toch wel wat. Zo. En wat ik... Nog eentje dan. Oh shit, zo. En wat ik nu ga doen is... Mijn goodie bag pakken. Mijn wat? Dat is mijn grote zak. Waar heb ik mijn zak gelaten? Daar is die. Die was ik helemaal vergeten, joh. Maar ik heb deze natuurlijk ook nog. Die kan ik gewoon helemaal vol pleuren. Gewoon met bucket zo. Hopsatee. Oké. Okay. Dit kan nu terug daarin. Ik wil wel... Oh, wacht. Ik wil kool meenemen natuurlijk. Maar... Ik even bij mezelf even extra kool bij gaan maken. En dat ga ik doen via... Wat is veel waard? Nou, zilver is wel veel waard. Dat vind ik een beetje zonde. Een stekje tin te gebruiken. Kool. Ja, perfecto. Oké, dan gaan we dat nog even doen. En dan ga ik terugvliegen. Even dus de... ding. Jullie zien hem al. De pomp. Of nee, dit is geen pomp. Dit is de... dit is het... De mine query. Zo, de tering, die is al diep. Wow, yo. Oké, dit gaat lekker, dit gaat lekker, dit gaat lekker. Er zit ook nog wat fuel in, nog wat coal in, mooi zo. Zo. Oké. Ga ik nu mijn jetpack aan, dan ga ik terugvliegen. Dat ga ik natuurlijk weer niet opnemen, zoals ik net ook al zei. Het is gewoon te ver. Voor mij is er iets van anderhalf minuut vliegen of zo. Ja, dat is best veel, weet je, voor een video, als je een video vaak, zit je al een tijdnood vaak in de video, ligt aan wat je doet natuurlijk, maar vooral met Tekkit heb ik dat. Zo, mijn jetpack gaat weer aan en woem, woem, woem. Holy shit, een mens, mop zie je dood gegaan. Mensen, ik check jullie zo meteen weer als ik bij de pomp ben, als we onze dingetjes gaan halen, heet dat? Mijn view, tot zo. Yo, kijkers, daar ben ik weer, of nou ja, we zijn er weer, ik en mijn spullen. Hey, we gaan even snel nog proberen wat fuel even in de dingen te doen. Of in de... Hey, dit gaat slow. Wacht eens even. Ik doe denk ik iets fout. Of niet? Oké, mensen. Het is ook wel een mooi eind om dan te stoppen. Ik dacht dat het gewoon ging lukken. Waarom kan ik hier nu niet meer dingen uithalen of iets? Ik snap het niet. Laat me dat even in de reacties achter. Kunnen we volgende keer dus mijn view gaan krijgen. Of pakken eigenlijk. Ik snap het niet. Hier komt een beetje view in. Alleen voor de rest niet. Ik doe iets fout schijnbaar. Maar wat. Laat alsjeblieft in de reacties achter. En laat eens in de reacties achter wat ik met mijn view moet gaan doen. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. En dan vraag ik natuurlijk weer om een like. En even te abonneren als je het niet hebt gedaan. En als je toch bezig bent. Deel even deze video. Oftewel op Twitter of op Google+. Weet ik wat allemaal. En wellicht kunnen we nog voor het eind van het jaar de 4000 subs halen. Dat zou super chill zijn. En misschien wel richting de 5000, misschien een klein stukje.
Ja? Oké, mensen, bedankt en ik zie jullie de volgende keer weer. Later.